Voorzitter, dat wij hier nu een debat voeren over de sluiting van de afdeling klinische verloskunde in Stadskanaal en Hogeveen is tekenend voor de huidige coalitie en het beleid van deze minister. Dit debat is namelijk 1,5 jaar geleden aangevraagd, toen tegengehouden door de coalitie en nu de afdeling definitief gesloten zijn, staan we hier een beetje als mosterd naar de maaltijd. Is dit debat daarom zinloos? Nee. Het stoort me ook dat de minister concludeert dat sluiting noodzakelijk is gezien de personeelstekorten en de situatie in de regio. Dit is stevast het omdraaien van oorzaak en gevolg. De situatie in de regio wordt namelijk veroorzaakt doordat ziekenhuizen niet mogen groeien en aan een budgetplafond gebonden zijn. En het personeelstekort is niet de oorzaak van concentratie, maar het gevolg ervan. Concentratie is nodig om vervolgens personeel te kunnen ontslaan. Een schets van de situatie. In 2010 verscheen een uitgebreid rapport over het concentreren van de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Triant zelf zei hierover: externe ontwikkelingen vanuit de zorgverzekeraars en de politiek vragen om één ziekenhuis. Geen woord over de personeelstekorten, want die waren er toen natuurlijk nog helemaal niet. Er kwamen fusieplannen en een ingewikkeld en langdurig fusietraject werd ingezet. Dit leidde tot onvrede onder het personeel en dat veroorzaakte een leegloop. De medische staf verzette zich en er kwam een actiecomité. Na jaren duwen en trekken rond de zorgtafel stonden in 2018 dan eindelijk alle neuzen dezelfde kant op. Het verdwijnen van de afdelingen klinische verloskunde en de kindergeneeskunde uit Stadskanaal en Hogeveen was een feit. Intussen is door het ontbreken van een toekomstperspectief de uittocht onder specialisten en personeel begonnen. Maar daarboven moet ook nog eens 500 personeelsleden verdwijnen. Dit toont aan dat de concentratie puur een bezuinigingsmaatregel was om personeel kwijt te raken. En hoezeer Triant financiële problemen heeft, blijkt wel uit het feit dat er geen geld is voor een sociaal plan voor de ontslagen medewerkers. Maar wacht, nu het kalf verdronken is, trekken de zorgverzekeraars ineens wel de portemonnee. Er zijn opeens wel miljoenen uit de pot transitiegelden beschikbaar voor een sociaal plan. Hierdoor rijst bij mij het vermoeden dat het hele concentratieproces dat begon in 2010 door de zorgverzekeraars bewust en nauwgezet is ingezet en nu door hen wordt afgerond. Ik wil graag uitleg over deze miljoenen van de minister. Was zij daarvan op de hoogte en waarom zijn deze miljoenen niet eerder ingezet om bijvoorbeeld de afdeling verloskunde wel te kunnen behouden? Want feit is dat we 5 jaar geleden nog 85 afdelingen acute verloskunde hadden en nu nog maar 75. En de druk op die 75 afdelingen stijgt. De druk op de capaciteit van de ambulance stijgt. De druk op de reistijden stijgt. De druk op de verloskundige stijgt. En de zwangere vrouw? Ja, die moet maar zien waar ze haar kind ter wereld zet. Thuis, de trein, in een bushokje of langs de snelweg. Hulde voor de inzet van de verloskundige en het overige personeel, maar niet voor het beleid van deze regering.